Misschien wel dé wedstrijd van de eerste ronde op het WK is Spanje-Nederland. De wereldkampioen tegen de vice wereldkampioen. De wedstrijd wordt gespeeld in het Arena Fontenova in Salvador, waar bijna 52.000 fans aanwezig zullen zijn. Spanje is ook op dit toernooi weer een van de grote favorieten. Bij de wereldkampioen is spits Diego Costa hersteld van zijn hamstringblessure. En Nederland is een van de dark horses dit toernooi. Voorin zal alles afhangen van het supertrio Robben, Sneijder en Van Persie. Bij de bookies is Spanje favoriet met een quotering van 1,85. Bij een gelijkspel krijg je 3,35 keer de inzet en bij een Nederlandse zege maar liefst 4,3 keer de inzet. De FIFA Prediction maakt er een gelijk opgaand duel van dat de 0-0 gaat eindigen.